Met uitzondering van de bergachtige middenstrook is Taiwan zeer goed te bereizen. Modern uitgeruste spoorwegverbindingen en een hoge snelheidstrein verzekeren een degelijk openbaar vervoer. De High Speed Rail doorkruist het hele eiland van Taipei tot Suoying. En er liggen plannen op tafel om dit traject nog door te trekken tot Kaohsiung, de grootste havenstad van het land en gelegen in het uiterste zuiden. Treinen rijden bijzonder stipt en ook de prijs van een ticket valt mee. Omgerekend €37 betaalden we voor een enkele reis van 345 kilometer aan een gemiddelde snelheid van 275 kilometer per uur. Onze eindhalte wacht een busje waarmee we naar het belangrijkste klooster van Taiwan gebracht worden, Fo Guan Shen. Dit klooster is bijzonder goed gestructureerd en erg actief in het uitdragen van de boeddhistische leer, volgens de richtlijnen van hun leermeester Xing Yun. Hier leven zowel nonnen als monniken. Hun dagindeling draait hoofdzakelijk rond gebed en bezinning. Jaarlijks reizen hier verscheidene duizenden volgelingen naartoe om deel te nemen aan een van de talrijke gebedsceremonies. Er is voor hen een gastenverblijf voorzien en een veganistisch restaurant waar per dag tot 3000 maaltijden geserveerd kunnen worden. Op het kloosterterrein is een boeddhistische school gevestigd, waar verrassend genoeg ook sport en dan vooral basketbal gepromoot wordt, naast het aanleren van teksten en bezinningstechnieken. De verspreiding van de boeddhistische waarden gebeurt onder meer met de uitgifte van een dagelijkse krant. Daarin wordt enkel goed nieuws vermeld en blijkbaar is ze bijzonder populair, want te koop in zowat alle krantenwinkels van het eiland. Daarnaast runt de orde een zeer goed uitgeruste televisiestudio. Onze regionale zenders mogen er jaloers op zijn. Een kijkje nemen mocht, maar toestemming om er te filmen kregen we niet. In deze studio realiseert de kloostergemeenschap alle programma's van het eigen televisiekanaal, dat 24 op 24 uur uitzendt, 7 dagen op 7 en via satelliet te ontvangen is in 26 landen. Travel TV kreeg van de Fo Guan Shen-orde uitzonderlijk toestemming om een avondceremonie te filmen. We waren getuige van, naar eigen zeggen, een van de bijzonderste ceremonies van het jaar. Tijdens deze gebedsronde werden alle schenkers geëerd voor hun financiële bijdrage aan de kloostergemeenschap. En zonder die talrijke donateurs zou ook deze boeddhistische orde niet kunnen overleven.
De inmiddels 80-jarige stichter Xin Yun werd in 1949 vanuit China naar Taiwan uitgezonden om er het boeddhisme nieuw leven in te blazen. Die opdracht resulteerde in 1967 in de bouw van dit klooster. Sindsdien nam de ontwikkeling van de orde een hoge vlucht. Dit Fogwanshen is nog steeds het hoofdklooster, maar daarnaast zijn er intussen verschillende vestigingen in Amerika, Canada, Australië en Europa. Zelfs in Antwerpen is er een kleine afdeling van deze stichting. Van reizen of wil je gewoon genieten van bijzondere reisimpressies? Surf dan zeker naar www.traveltv.be.